Hallo dames en heren, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is weer een nieuwe dag. Nou ja, vlogmas dag 5, 6, ik weet het niet precies. Welkom bij de vlogmas. Vlog nu, nee, ik vlog pas. Welkom bij vlogmas dag 5. Nou ja, het is inmiddels al 1 uur of zo, ik ben net wakker. Het is allemaal helemaal weer kerstsfeer hier zo in de huizen knol. Kijk, moet je kijken. Super vette knolpauwe kerstballen, die zijn ook nu in de webstore te koop. Ja, super tof. Er belt iemand aan, momentje. Hallo? Yo, kom verder. Oh, yo, holy shit. Yo. Hoi. Ja, ik neem een maand de vlogs over van Enzo. Dus kom verder. Dankjewel. Wat heb je allemaal meegenomen? Ik kom net terug van Ibiza, man. Oh, ja. Super tof. Nou, ik ga even een ontbijtje maken. Even kijken. Yeah, knolpower. Nou, daar zitten we dan. Deur aangebeld. Zo, nou, ik ben benieuwd wie er nu weer voor de deur staat. Oké, nou. Yo. Gast, ga die hem goed met uploaden. Wat ben je aan het doen? Wat? Ben ik lekker op vakantie en dacht je niet, dacht je wel, dacht je niet. Wat denk je? Is geen witwap of zo? En vandaag dan? Wat heb je allemaal gedaan? Je haar zit trouwens goed. Ja, zit het goed? Ik denk hier alleen nog even. We kijken natuurlijk super veel mensen naar zo'n vlog. Au. Maar wat heb je gedaan dan vandaag? Vandaag? Nou ja, de dag is net begonnen natuurlijk. Nou, het is al 1 uur. Ja, weet je wat? Je trilt ook een beetje, ja. Je hebt geen armspieren. Nee. Ik ben best wel zwaar, man, dat klopt. Wat nou als ik kleding voor jou ga kopen? En dan kunnen we dat kijken of dat leuk is, unboxen. Zie ik eruit alsof ik kleding nodig heb dan? Ja, weet je, ik ga een nieuwe outfit voor jou scoren. Brand, ga je ook mee? Ga je ook mee? Dat ik vakantie had, man. Nee, man, jij hebt ook geen vakantie. Ik ben zo meteen bij je terug, oké? Ja, is goed. Heb je Donnie nodig of zo? Of? Nee, geld is geen probleem. Oké. Okay. Ja, moet je wel blijven uploaden, anders verdien je niks. Nee. Oké, okay, ik zie je. Knol power! Hoe lang kunt u dit volhouden? Ik denk een uur. Het record met hooghouden is 3603. Kan jij dit record verbreken? Ik denk het wel. Dus 300.000 volgers heb je? Ja. Ik ben zo slecht in voetbal. Ja, ik heb weer andere talenten. Wat dan? Vloggen. Ja, ja. Vindt u dat geen talent? Ik heb er niks mee. Woe! Yeah! Yo guys! Meteen komt hij met die camera, ja. Wanna make a crazy TikTok? Oké, en hoe ongeloofwaardig dit ook klinkt, ik kwam deze guys gewoon zomaar tegen op straat. Je zou ze kunnen kennen van TikTok. Ja, of dit filmpje wat ik laatst heb gemaakt. Hey. Treinstation is daar, boys. Let's go. We gaan naar het treinstation. Oké, het treinstation is iets te ver weg. Maar we hebben een andere hele goede plek. Parkeergarage. Iconic. Yes, dit is jullie filmstudio. Ja bro, hier is ons studio. Je maakt wel onze video's. Iedereen ziet mij als treinstation man, maar ik heb 1 video bij het treinstation genomen. Ze zien mij als treinstation. Ik zie jullie allebei als treinstation. Die ene video waar ik mijn tand heb gedaan. Als je naar camera man. Hebben jullie al een script gemaakt voor deze? Wij slaan gewoon zeg maar veel moeite, liedjes op. En dan gaan we gewoon vanuit daar gaan we gewoon kijken of we eentje dik vinden. Zo inspireren man. Oké, we gaan nu de TikTok maken. Okay. Dan krijg je ook zien. Als dit is veel moeilijker dan op normaal filmen. Ja, hebben jullie ook zeg maar het gevoel dat elke chick je knap vindt? Nee man. Hoe kan je dan zulke TikToks maken? Kijk, iedereen denkt wel gewoon dat wij op onszelf helemaal alles vinden en zo, maar dat is echt niet zo. Geloof mij, echt niet. Dus jullie hebben ook gewoon gevoelens? Wij hebben ook gevoelens. Shit. Eentje voor de zekerheid. Hoe vaak doen jullie dit opnieuw? Ik one take hem dan wel. Ja. Ja. Stop, man. Ik zeg eerlijk, je zou er zo bij kunnen houden. Nou, dat hoeft ook weer niet. Wat doen jullie als caption normaal? Ja, wij zetten gewoon een lyric zeg maar, van het liedje zetten wij dan in de caption. Dat is zo kut. Zeg uitpoeling nou. Bro, TikTokkers zijn anders, man. Oké, laten we nu wel echt even kleren voor Enzo kopen, man. We zijn een beetje afgeleid. Knol power! Enzo zei van ja, ga gewoon naar de Sting of zo, haal wat kleren. Maar we gaan proberen iets anders voor hem te zoeken. Laten we iets leuks voor hem uitzoeken. Oké, we zijn even aan het zoeken naar kleding voor Enzo, maar ik weet echt niet wat die guy nice vindt. How is you feeling a hoe? How is you feeling a bitch? Oké, we hebben een hoop kleding gekocht. We zijn zelfs nog naar de Urban Outfitters geweest. Ik heb echt geen idee of hij dit leuk vindt, maar anders dan hou ik het gewoon zelf.
Yo, Enzo! Ik heb kleren voor je, man. Geef me nog even 2 minuutjes, hè? Ja, is goed. Ik ga alvast klaarzetten. Yo, cool, man. Ja, nou, ik heb in ieder geval wat kleren voor je, want... We hebben dat gevlogd. Ja. Dan ga je wel uploaden vandaag. Nou ja, misschien over een paar dagen. Gewoon vandaag, waar. Weet je welke winkel zijn nou dat ik heen moest? District Novigrad Tech of zo. Iets van de Sting of zo. Ik vond het echt helemaal niks. Fast fashion ook, hartstikke slecht. Dus ik ben voor vintage gegaan. Oké, omdat het gewoon goedkoper was, of? Nice. Moet ik hem knopen of is dit goed zo? Ik denk dat het goed is zo. Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Zou jij dit dragen? Ripstof, hè? Ja. Oeh, Coleroid. Ja, oeh, Coleroid noemen ze dat. Jeetje. Zou ik mijn oude moeders. Oh, sorry. Dat is echt zo'n kleurtje die stuk gaat. Zou je naar je moeder. Gruwelijk. Ik vind het best wel sick. Ja, oké, wacht. We moeten er wel even iets bij aan doen. Ik heb hier een trui. Wat aardig. Dank, man. Dus dat hebben die gekocht op de kinderafdeling. Kijk, en deze is dus van South Park. Dat is wel een outfit hoor. Ik voel me fresh. Goeie broek, man. Dan heb ik nog één dingetje. Oké. Okay. Ik wilde graag een TikTok maken. Tuurlijk. Moeders zitten ook veel op TikTok. Lockdown 2. Oh, je gaat niet vertellen wat er gaat gebeuren. Het overkomt me gewoon. Het overkomt je gewoon. Gruwelijk. Ja, hè? Yo, hebben die sound zelf gemaakt? Nee, deze sound is best wel populair, man. 2800 video's. Wow, what the fuck? Serieus? Oké, maar laten we hem iets beter doen. Ik heb vandaag geleerd, je hebt echt talent nodig, man, voor TikTok. Hij is keihard. Nice. Wat een hit. Dus was gezellig. Oké, man. Bedankt voor de kleren. Tot snel, hè. Yo, houdoe. Gast, what the fuck. Man, is echt niet honderd. Er is kerst, ben met haar, ik ga op date. Ga naar de Mac, dus je weet al wat ik eet. Wat? Wat de bro.